Hallo allemaal, goedemiddag. Ik ben Ronald Wolters van Waterschap Amaas en Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging. Waarschijnlijk bij velen bekend ondertussen. En we gaan duo-presentatie houden, waarbij Vilmar eerst een stuk gaat uitleggen over het gedrag van bevers. Ik zal dat ook laten zien. En daarna gaan we aan het werk. Het is tenslotte een workshop, tenminste die opdracht kregen wij, dus we gaan jullie ook aan het werk zetten. Als het goed is, hebben de meesten een blaadje en anders liggen er hiervoor nog een paar. Die kun je daar ook gebruiken voor de workshop, zeg maar, om even, daar geven jullie tijd om even na te denken. Dus pak een blaadje als je die nog niet hebt. Waar gaan we het over hebben? Nou, eerst gaat Vilma dus een stoomcursus bevers geven. Hoe gedraagt de bever zich? Waarom graaft hij waar hij graaft? En hoe kunnen we dat oplossen? En dan gaan we een casus beschrijven. Het is eigenlijk een bestaande casus. Het is een bestaand probleem. We hebben het ook nog niet opgelost. Dus eigenlijk gebruiken jullie stiekem ook om het probleem voor ons op te lossen. Dan kun je zelf aan de slag om de oplossingen te bedenken. Maar ook willen jullie laten zien, ja, waar krijg je allemaal mee te maken? En aan het eind gaan we de oplossingen en wat jullie bedacht hebben, gaan we ook aan de hand van een Mentimeter bespreken. Dus dan mogen jullie gewoon lekker weer op je mobiel, maar dan op mentimeter.com. Maar dat zien we dan wel. En aan het eind dan zullen we het afsluiten. En als er nog vragen zijn, dan mogen jullie vragen stellen. Tussendoor mag je natuurlijk ook vragen stellen als het vooral als verhelderende, als je iets niet begrijpt of zo. Discussie willen we graag tot het eind houden. Dan nog even het doel van deze workshop. Eigenlijk willen we inzicht verschaffen waarom bevers graven op bepaalde locaties. Dat je ook kan herkennen van wat zijn risicovolle locaties, waar misschien nu nog geen bevers zitten, maar waar je ze wel kan verwachten. En vooral ook, wat kun je er tegen doen? En het liefst al voordat die bevers er zitten. Maar goed, ook als ze er zitten, kun je nog van alles doen. Wij zijn vooral van het samenleven met de bevers en je gebied zodanig inrichten dat de bevers er ook kunnen leven, zoals eigenlijk vanmorgen ook al een paar keer te sprake kwam. Dan geef ik nu even het spreekwoordelijk stokje over aan Vilma. Dank je, Ronald. Ga ik even vooraan zetten. Voordat ik ga beginnen met waarom graven bevers en waar, eerst even wat uitleggen over het verschil tussen holen en burchten. Veel mensen die kennen die termen nog niet zo. Bevers zijn nachtactief, dus overdag gebruiken ze dagrustplaatsen. En holen en burchten zijn de belangrijkste dagrustplaatsen voor de bevers. In principe hebben ze dezelfde functie. Ze willen op een droge, warme manier willen ze de dag doorbrengen en hun jongen grootbrengen. Dus of iets een hol is of een burcht, dat maakt die bevers niet zo heel veel uit. Het heeft dezelfde functie en juridisch hebben ze ook dezelfde bescherming. Wat is nou precies het verschil tussen een hol en een burcht? Nou, in principe begint een bever onder water te graven, een gang, en op een gegeven moment komt hij boven de grondwaterspiegel uit. En dan graaft hij dan een kamer uit. Dus een hele vereenvoudigde weergave. Als die oever nou hoog is en kleiig, dan kan zo'n kamer, of de dak van zo'n kamer kan in stand blijven. En dan heb je het eigenlijk over een hol. Maar vroeg of laat kan zo'n dak ook instorten. Vooral als die oever wat lager is of wat zandiger. Dan stort dat in. En dan slepen die bevers, daar takken overheen in modder. En dan heb je het over een burcht. Dus een dagrustplaats waarbij gegraven wordt, begint eigenlijk altijd als een hol, maar kan dus vroeg of laat overgaan in een burcht. Waarom graven bevers en waarom daar? Nou, ik gaf net al aan, ze zijn nachtactief, dus overdag willen ze rusten. En dat kunnen ze in zo'n dagrustplaats, kunnen ze dan veilig de dag doorbrengen en ook hun jongen grootbrengen. Maar dat doen ze niet zomaar overal. Bevers hebben een hele sterke voorkeur voor bepaalde locaties waar ze hun dagrustplaatsen aanleggen. En hier heb ik er een aantal. Het zijn voorkeuren. Dus hier hebben ze echt een voorkeur voor, maar op andere locaties kunnen ze ook graven. Maar wat voor hun erg prettig is, als die oever steil is en hoog en dat ook diep water aan de rand van de oever is. Dat vinden ze erg prettig.
als zo'n locatie dan ook begroeid is met bomen en struiken, of struweel zoals bramen, hè, dan maakt het allemaal stabieler, is er ook dekking. Dat vinden ze ook weer erg prettig. En daarnaast heb je nog het punt dat als je op een kruispunt van watergaan zit, of op een schiereiland of een eiland, dat vinden bevers ook weer erg aantrekkelijk om daar dan een daggersplaats te construeren. Dan kunnen ze ook verschillende kanten op. Hè. Zo'n hol of een burcht zag er heel eenvoudig uit, één gang met een kamer. Maar hoe langer zoiets gebruikt wordt, hoe groter zo'n stelsel wordt. Er kunnen verschillende gangen zijn die met elkaar in verbinding staan en met verschillende kamers. En zo krijg je een heel complex. Hoe zit het dan met hoogwater? Nou, daar kun je natuurlijk behoorlijk wat risico's mee krijgen. En de kans dat de bevers tijdens een hoogwater in de uiterwaarden in je kering gaan graven, is met name groot als er geen droge, warme locaties meer aanwezig zijn. Nou, in de winter is het al veel kouder, dus dan zitten ze graag wat droger. Als, als dat er niet is, dan loop je dus de kans dat ze eerder in je waterkering gaan graven. Dus ook als het water nog niet het hele uiterwater heeft onder laten lopen, dat je toch nog droge stukken hebt, maar de voet van de kering bijvoorbeeld al wel in het water staat, kun je toch bevers in de kering krijgen onder omstandigheden dat die bevers geen hol kunnen graven. Dus als het vrij vlak is, wat nog droog staat, ja, dan kunnen bevers daar geen hol graven. En als het dan, laten we even zeggen, beestenweer is, dus koud, regenachtig, sneeuw, hagel, dan loop je de kans dat ze toch in je kering gaan graven, ook al zijn er nog delen in de uiterwaarden die niet onder water staan. En dat hebben we ook kunnen zien in februari 2021 bij Rivierenland bijvoorbeeld. Nou, wat voor oplossingen zou je aan kunnen denken? Dit is allemaal niet compleet wat we nu vertellen. Dit is even een stoomcursusje. Maar even de belangrijkste punten. Ja, je kunt eraan denken om het gebied voor bevers ongeschikt te maken door bijvoorbeeld het voedsel te verwijderen. Je kunt bevers verwijderen. Je kunt andere inrichting kiezen van risicovolle oevers waar ze in willen graven. En je kunt technische middelen toepassen. Nou, die lopen we even snel door. Ongeschikt maken voor oevers, ja, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk, want er leven ook doorgaans andere beschermde soorten. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En die bever is zelf ook beschermd. Daarnaast, de schaal waarop je dat moet doen, kan behoorlijk zijn. Beverterritoria, nou, die zitten zo tussen de halve kilometer aan oever en 15 kilometer aan oever, globaal. En gemiddeld in Nederland een paar kilometer aan oever. Dus dat is behoorlijk grote schaal. En daarnaast, een bever eet ontzettend veel soorten aan bomen, struiken, kruiden en waterplanten. Dus als je die bever ergens weg wil houden door het gebied ongeschikt te maken, door voedsel weg te halen, dat is een hele klus. Dus heel realistisch is deze optie niet altijd. Bevers verwijderen, daar wordt natuurlijk ook al veel over gesproken. Ja, je kunt ze wegvangen en dan verplaatsen. Dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing, want ja, straks zit bevers zo'n beetje overal, dus waar moet je dan mee heen? Dus dan kom je al heel snel weer naar doden. Maar dan moet je ook van bewust zijn dat bevers doden en je verandert het gebied niet waar ze in zitten. Ja, dan is het een repeterend iets. De volgende bevers komen en die moet je dan ook weer doden. Nou, je zou ook delen van zo'n gebied die kwetsbaar zijn proberen uit te kunnen rasteren. Bijvoorbeeld beeksystemen, dat je dan ook het beeksysteem uitrastert, dus ook het water. En dat ze het niet omheen kunnen. Je kunt ook delen die heel erg geschikt voor die bevers zijn, dus waar veel voedsel staan, zou je ook uit kunnen rasteren, zoals je op deze foto ziet. Dus zo kun je ook met verschillende onderdelen spelen om risico's een beetje in te dammen. Maar hoe je het ook wint of keert, je zult met de wetgeving, je zult een escalatie laten door moeten lopen. Je moet eerst kijken naar welke methoden heb ik om het probleem op te lossen die het minst ingrijpend zijn voor de bever. En als dat niet werkt, om welke reden dan ook, dan kun je gaan opschalen, hoger de ladder op, met als eindpunt uiteindelijk eventueel bevers doden. Je kunt ook kiezen voor een andere richting van de risicovolle oevers. Bijvoorbeeld door die oevers te vervlauwen, verondiepen of te verlagen. Hier zie je daar wat schematische schetsjes van. Als je die oever verlaagt, dan ontneem je eigenlijk die bever om daar een droge kamer te kunnen graven.
als je die oever verontdiept, dus minder diep water tegen de oever aan, dan ontneem je ook aangrijpingspunten om te gaan graven. En wat daarbij belangrijk is, dat je ook voorkomt dat stijlranden ontstaan. Want wij merken gewoon heel vaak dat als een bever ergens graaft, dat het precies op een plek is waar een stijlrandje is, onder water. En ook kun je daar toch ook nog een beetje spelen met het weghalen van de houtige begroeiing. Dat zal niet voorkomen dat die bever daar helemaal nooit gaat graven, maar het maakt het wel minder aantrekkelijk. En dit soort oplossingen moet je ook kiezen door tegelijkertijd ook op een andere locatie het juist heel geschikt voor hem in te richten. Dus met een hogere oever, met wat meer dekking, met een diepere watergang. Bevers hebben toch graag wel een beetje een meter water voor de deur. Dus als je dat zo inricht, dan gaan ze daar geheid zitten. En zo kun je kwetsbare oevers ook wat de graafdruk wat verminderen. Maar nogmaals, als de oever geschikt is om hem te graven, dan gaan ze dat gewoon doen. Dus je moet beide doen. Ontmoedigen en andere locaties geschikt te maken. Ja, misschien wel. Ja. Technische middelen, nou, die worden ook nu steeds meer toegepast. Er zijn hier ook wat bedrijven die daarop ingaan, hè? Heb ik al gezien. Je kunt beverwerend gaas inbrengen. Dat kan tegenwoordig al met technieken tot 4 meter diep. Verticaal dus. Dan moet je wel uitkijken dat ze er niet onderdoor graven, want ja, daar zijn bevers toch ook wel meester in. Dus je moet echt wel goed kijken hoe diep je dat dan aanbrengt. Het is niet goedkoop, maar het is in ieder geval een stuk goedkoper dan stalen damwand toepassen. En een andere methode die nog wel eens wordt gebruikt is stenen toepassen, zetstenen en basaltblokken en dat soort zaken. Dan moet je aan 2 dingen erg goed opletten. Ze moeten groot genoeg zijn, want bevers die zijn ook nog wat mans. Hè. Een volwassen bever zit zo rond de 25, 30 kilo, dus ze zijn sterk. En in situaties dat je sterke stromingen hebt, kan dat ook eroderen. En dan kan zo'n stenen beveiliging kan dan een beetje wegzakken. En we hebben afgelopen jaar al geloof ik 2 keer graverij gehad langs de Maas in zo'n oever met stenen, waar ze dus toch gaatjes vinden om richting de kering te graven. Dus je moet daar wel bij mee op passen. Ja, en bij hoog water, hoe los je dat dan op om te voorkomen dat ze in je kering gaan graven tijdens hoog water? Nou, we zijn daar bezig met een specifiek project ook, een hoogwatervluchtplaatsenproject. En dat willen we eigenlijk gaan aanpakken met hoogwatervluchtplaatsen. En dan 3 typen. Een beetje oldschool methode is een grondlichaam toepassen in de uiterwaarden, waar ze dus ook echt in kunnen graven als daar water tegenaan staat. Ik zie hier een foto van, deze is in langs de IJssel genomen bij Zwolle. We gaan binnenkort 2 prototypes voor drijvende kunstburgen laten bouwen. Die willen we gaan toepassen. Die blijven dus altijd droog. Hè. Ze liggen altijd in het water en als het een hoog water wordt, dan gaat die omhoog. En dan kunnen die bevers daar dus nog gebruik van maken. En waar we ook nog mee willen experimenteren is compartimenten in of tegen de waterkering. Dat je dus iets maakt in of tegen de kering, waar die bevers, maar ook dassen, gewoon hun gang kunnen gaan, kunnen graven tijdens hoog water. Zonder dat je daarmee de stevigheid van die kering in gevaar brengt. En nou, dat zijn een beetje de belangrijkste zaken die ik nu wil behandelen. Gaan we nu even over naar de veldsituatie bij Den Bosch. Oké, dankjewel Vilmar. Nou, na deze stoomcursus moeten jullie de volgende opdracht makkelijk uit kunnen voeren. Ik zal het even toelichten. Is de pointer geloof ik? Ja, kijk. Dit is een bestaande situatie bij 's-Hertogenbosch. Nou, je ziet hier de mos. En eigenlijk vanuit het zuiden komt de A, ja, die komt ergens hier vandaan, gaat onder het Maxima kanaal door. Het riviertje de A, waterschap A-Maas, daarna vernoemd. Ik heb een zandvang die is jaren geleden, 40, 50 jaar geleden, ik weet niet eens precies, aangelegd. Eigenlijk om het sediment vanuit de A op te vangen. Het is nu gewoon een grote plas. Hele stukken ondiep, hier zie je ook, is die verland. Nou, die A die gaat gewoon verder, gaat hier de bos in. Je ziet ook lijntjes langs. Ik kan trouwens ook, kan ook hier kijken, maar ik kijk gewoon met jullie mee. Die lijntjes, dat zijn de keringen. Dus die groene, dat zijn regionale keringen. Die in beheer zijn van het waterschap. En waarover wij dus verantwoording afleggen aan de provincie. En die houden gewoon een stuk van de mos droog. Dus het is niet dat het alleen maar landbouwgebied kan onderstromen.
Maar ook hier zie je een hele woonwijk. Hier een industrieterrein. Dus dan wordt beschermd met die regionale keringen. Hier aan het eind bij Den Bosch houdt hij op, omdat hier de stad zodanig is opgehoogd in de loop der jaren. Het is gewoon hoog genoeg, dus daar houdt hij op. Dus is nog een. Het is best wel complex. Hier hebben we de Zuid-Willemsvaart, liep vroeger door Den Bosch. En zit hier nog een afleidingskanaal, daar kan water van de A op de Zuid-Willemsvaart of andersom. He, als op het kanaal, Zuid-Willemsvaart is een scheepvaartkanaal. Als daar het water te hoog was, dan konden we wat aflaten via de A, ze konden een beetje spelen. Tegenwoordig is die Zuid-Willemsvaart eigenlijk, die ligt er nog wel, maar er is een aftakking gekomen langs Den Bosch op. En dan gaat hij door het mooie dorpje Rossemalen, waar ik zelf woon, gaat hij de Maas in. Wat is belangrijk om te weten? Oh ja, hier zit ook nog een plas die is uitgegraven voor de zandwinning vroeger. Die snelweg hier, de A2, die loopt ook nog door. Je ziet rondom Den Bosch heel veel gaten van dit soort plassen, ook de Oosterplas, waar vroeger zand uitgewonnen is om woonwijken aan te leggen, om snelwegen aan te leggen. Dat zie je mooi terug. Dus wat hebben we? Plassen, we hebben de A2, we hebben hier een viswater. Hier loopt nog een dijkje doorheen. Die is zeg maar door de doorsnijding van het Maxima-kanaal is de functie wat minder belangrijk geworden. Dat is ook gelijk een fietspad. Daar komt een van de vragen over op terug. Hier staat bijvoorbeeld ook nog een hoogspanningsmast op. En hier staat er eentje. Wat heb ik nog meer? Wat ik nog wel kwijt. Deze gele oranje dingen. Dat zijn overige keringen. En zoals je een beetje ziet, eigenlijk door dat Maxima-kanaal hebben die niet zo'n functie meer. En dat zijn keringen die in beheer zijn van het waterschap. Maar goed, hou dat een beetje in je achterhoofd als je daar ook het plaatje gaat bekijken. Is dat zover duidelijk? Of moet ik nog iets hier aan toelichten? We hebben uitgeprint. Daar zie je ook het kaartje. Dan komen we volgens mij op het volgende plaatje. Moet ik deze hebben, hè? Kijk. Nou hebben we onze vrienden van de zoogdiervereniging inventarisaties laten uitvoeren. We zijn een paar jaar geleden mee begonnen. Voor bevers en dassen. En dit is ook in beeld gebracht. Door collega's van jou, denk ik. Hè? Ja, Wesley en wie nog meer? Nou ja. Anne, precies. Ik weet niet of ze in de zaal zit. Maar goed. Hier is eigenlijk weergegeven waar de beverterritoria zijn. Je ziet hier bijvoorbeeld de stippenlijnen. Hier lopen ook gewoon bevers. Hier heb je een plasje en die steken hier over. Die gaan hier ook de A in. Nou, je ziet al die tekentjes. Hè? Holen, burchten, wissels. Eigenlijk zitten overal bevers. Dit is denk ik wel het belangrijkste. En eigenlijk de vragen die we jullie daar gaan stellen, dus daar moet je dan even over gaan nadenken. Ik zal je daar ook even het woord geven. Welke problemen zie jij met graafschade? Dus met dit in beeld van, oké, dit is het systeem. We hebben hier allemaal holen gezien en bevenopgangen en wissels. Waar zou je graafschade kunnen verwachten? Denk ook iets verder wat dat kan veroorzaken. Hè? Wat voor type schade kan dat dan veroorzaken? En waar dus? En welke oplossingen zou je denken? Filma heeft er net een aantal laten zien. Hè? Met de oevers veranderen, met hoogwatervluchtplaatsen, met gaas, fysieke barrières. En dan kijk vooral, ja, waar zou je welke oplossing kunnen bedenken? En dan is dit voor nu even de presentatie. Je had nog een vraag. Wij denken tegenwoordig verder. We gaan eigenlijk vanuit alles wat geschikt is, waar nu nog geen bever zit, daar komt hij dan wel. Maar je hebt maar 10 minuten om na te denken zo. Dus hou je gewoon even op die oranje lijntjes waar de bevers allemaal nu zitten. Ja. Denk even het handigst. Ja, precies. Ja. Ja, ga niet buiten het plaatje denken, want dan wordt het nog ingewikkelder. Ja. Een beetje duidelijk, ja? Oh ja, dan gaan bevers vanuit de waterloop. Dan steken ze bijvoorbeeld een dijk over.
daar is ook een heel mooi voorbeeld van een soort beverglijbaan. Dan gaan ze vanuit, er zit ook nog wat sloten, die zul je niet allemaal kunnen ontdekken, want dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld van de sloot, gaan ze de dijk over en dan glijden ze de andere kant eraf in de A. Dus ja, opgangen. Maar denk er maar niet te ingewikkeld over na. Die oranje lijnen, daar zitten de bevers. En probeer even na te denken van wat daar allemaal de problemen zouden kunnen zijn wat betreft graafschade. En welke oplossingen je daar zou kunnen toepassen. Dus daar krijg je nu 10 minuten voor. Mag je in je eentje doen, je mag het ook even met je buurman of buurvrouw doen. Een foto op het scherm, ja, dat kan. Hoe gaat deze toch? Oh, hier anders denken. Heb je geen formuliertje? Die doet het niet meer. Deze is die goed? Of wil je die ervoor hebben? Nee, deze is denk ik handiger. Hier staat op waar je de bevers hebt. Oké. Okay. Dus je hebt 10 minuten de tijd om hier even over na te denken. En dan gaan we met een Mentimeter even aan de slag om te kijken van oké, gaan we het een beetje bespreken. Pak even je mobiel en ga naar menti.com. En tik even die code in. Kijk, er zijn al 3 mensen, die zijn al heel snel. Hoeveel hebben we in de zaal? Ja, ik verwacht wel een heel aantal. Hij is weg. Hey. Wat verdorie, hoe kan dat nou weer? Oh, de laptop viel uit. Nou, ik hoop dat hij het volhoudt. Moet even bijblijven. Ja. Kijk, nou, een aantal, ik krijg ook al duimpjes, dankjewel. 7. We hebben zo eerst even 2 of 3 inleidende vraagjes om even een beetje te kijken wat voor mensen we allemaal in de Kuip hebben zitten. En daarna gaan we meer naar de inhoud rond de bever over. Ja, tuurlijk. Ja, of richting het buitendijkse of richting het binnendijkse. Ja. Maar in ieder geval een constructie, bijvoorbeeld met met damwanden, dat je over de lengte van 20 meter van een kering, dat je daar een compartiment maakt waar die bever gewoon in kan graven als het hoogwater is, zonder dan de dijk te beschadigen. Ja, je moet alle dijk beveiligen, ja. Maar dit is alleen nog theorie. Moet het nog zijn in gesprek met dijktechneuten om eens te kijken hoe je dat dan het beste zou kunnen doen. En dat is natuurlijk erg makkelijk op locaties waar je eigenlijk nauwelijks een uiterwaard hebt, maar wel bevers zit. Ja, dan kun je met een grondlichaam kun je niet veel. Je kunt misschien ook niks met een drijvend kunstburcht. Dan zou je aan zoiets kunnen denken. We beginnen met een makkelijke vraag. Kijken wat voor vlees we in de Kuip hebben, zoals Marit zei. Heel veel waterschappers, anders. Ook nog wat ZZP is, leuk. Zelfs een gemeente, ook 2 gemeenten. Of misschien dezelfde gemeente. Maar... Wie zijn hier anders? Noem eens iets. Omgevingsdienst. Ah. Oh ja, natuurlijk. Ja, ook leuk. Gaan we weer in. Ah, welkom. Goed dat jullie er zijn. Rattenvangers zitten bij het waterschap, denk ik. Hè? Ja. ProRail die heeft de trein gemist. Ah ja. Ja. Die missen vandaag. Nou, leuk. We gaan even verder. Wat vind jij? Je vraagt naar jullie mening. Vind je nou bevers een grote aanwinst voor de Nederlandse natuur? Nou, kun je een schaal aangeven? Volledig mee eens, volledig oneens? Oneens eens. Of vind je ze gevaar? Nou ja, jullie worden uitgemiddeld, hè? Dat snap je wel. Precies. Dus niet te herleiden tot individuele personen. Ja, dat zeg jij nu wel. Ja, straks kan ik het thuis over uit. Oh. Nou ja. Nou. Nou, veel 5 zetelstemmen. Achter mij. Valt me niet tegen, maar je ziet wel dat toch wel aardig wat mensen waterveiligheid wel een dingetje vinden. En dat lijkt me ook heel terecht. Ja, omdat hij best wel eens uitgesmeerd. 80 mensen hebben er nu in zitten. Nou, dat zal wel een beetje kloppen. Nou, gelukkig ook maar. Oké. Kijk, en nou komen we op de vraag over de casus.
Ik heb er 8 nummertjes gezet. Hadden veel meer kunnen doen natuurlijk. Ja. Maar even een beetje willekeurig en verschillend. En geef aan welke 3 van deze 8 locaties je het meest risicovol vindt. Is ook geen goed of fout. Gewoon, wat denk jij nou? Ja, daar hebben we echt, moeten we echt iets gaan doen. Volgens mij kun je 3 aan... Oh ja, sorry, nee, dan moet ik nog eentje verder. Want deze dan even voor het voorbeeld. En wat hier nog? Waar moet ik ergens op richten? Regie? Ah, kijk. Nou pakt hij hem. Nou pakt hij hem. Dus nu komt hij op je mobiel. Kun je er 3 aanvinken maximaal. 6, 7, 8. Oh, ja, kijk. Dat zijn geen liefhebbers voor 4 en 5. Nee. 5. 5 zit aan het randje. Ja. Ja. Locatie 6 gaat het volgens mij winnen. Nou, is alvast iedereen gestemd. Je mag nog even doorgaan. Kun je misschien even op de laptop op de enterknop drukken, want ik weet niet waar die hier zit. Dan krijg je wat wij hadden bedacht. Hoeft niet mee eens te zijn, maar... Nee, hoeft niet. Er valt al iets op, hè? Ja. Wil jij iets toelichten, Vilma? Ja, nou wat je ziet is 7 en 8, die komen er ook wel uit. Ja, 1 die begint nou ook in één keer te stijgen. Misschien is het wel door onze inschatting. Ik kan even kort uitleggen hoe wij hebben geredeneerd. Bij 1, daar heb je die woonwijk. Ja, als het daar misgaat, dat is wel link. Hè? Maar ik kan het je wel laten zien op de volgende sheet, of niet? Op jullie formuliertje staat ook iets met een hoogtekaart in. Dus dan kun je een beetje inschatten van, nou ja, hoe link is het nou daar bij die woonwijk? Kijk, hier heb je hem. Het ja. Is een ander kaartje, maar dezelfde nummertjes. En zoals we het een beetje hadden aangegeven, waarbij... Kijk, rood dan het meest risico. Bij dit soort inschattingen is ook altijd heel erg belangrijk dat je niet alleen kijkt van, nou ja, hoe groot is de kans dat die beesten daar graven, maar ook van, als ze daar graven en het gaat mis, wat is dan het gevolg? Hoeveel schade ga je dan krijgen? Is het alleen maar economische schade? Gaan er wat landerijen onder water? Gaat er een bedrijventrein onder water? Of gaat er een woonwijk onder water met 2-3 meter water? Want dan wordt het veel serieuzer natuurlijk. En zo moet je dit soort dingen altijd een beetje benaderen. Je gaat eerst kijken waar de risicovolle oevers zijn waar die bevers kunnen gaan graven. En dan leg je daar nog overheen wat de gevolgen daar dan van zijn. En dan heb je pas echt de risico's te pakken. Het voordeel daarvan is dat je dan ook heel mooi een beetje een beeld krijgt van oké, dan moet ik deze prioriteit aan die locaties gaan geven. Volgende. Ja. Nu gaat het over locatie 3. Je ziet daar eigenlijk dat dijkje tussen die 2 plassen in. Er zit een fietspad en in dat fietspad zijn gaten gevallen. Hier bij de volgende vraag. Even drukken, dat die komt. Ergens buiten bereik. Maar... Langer drukken. Hij blijft hangen of zo? Ja, of denk ik zelf, kan de regie even. Ja, ja, dankjewel. Nou, er zijn gaten gevallen. Hier zie je een plaatje. Dat is gewoon echt gebeurd vorig jaar. En dat gaat dit jaar weer gebeuren. Weet ik bijna zeker. En de gemeente die kwam bij ons en die willen daar bevergraafs gaan plaatsen. En die vroegen of wij mee gingen betalen. Nou ja, kent dat wel. Maar denk je of dat een goede oplossing is? De schaas dat, aan de oever, zodat ze niet vanuit de oever door kunnen graven en de gaten in het fietspad vallen. Want het fietspad zit zeg maar op de kroon van het dijkje. Ja, wat mensen hadden denk ik al een donkerbruin vermoeden. Dat, We gaan natuurlijk met name de mensen die nee zeggen, vragen van waarom vind je het geen goed idee? Kijken of nu alles naar ja gaat. Valt mee. Wie vond het geen goed idee? En, wil iemand dat toelichten? Ik
Ja, dat is een oplossing, maar die kering is daar overal hetzelfde, net zoals het fietspad. En die bevers blijven graven, dus dan graven ze een stukje verder, graven ze ook weer. En een stukje verder graven ze ook weer. Je moet je niet vergissen, in het extreemste geval, heel extreem, maar in één territorium kun je wel 100 holen krijgen. Dat zijn veel bruggen. Ja. Ja, wordt wel lastig, denk ik. Wordt wel lastig. Ja, lastig, hè? Ja, ja. Is ook een, ja. Is ook een oplossing. Ja, ja. Ja, wat je hier hebt, is op zich om het probleem met het fietspad op te lossen, is het inbrengen van gaas bijvoorbeeld, is een hele goede optie. Alleen als je alleen op dat fietspad richt en die kering, ja, die bevers die moeten ergens anders graven. Dus die gaan in de omgeving kijken van, ja, maar ik wil toch mijn daggrasplaatsen hebben, dus waar ga ik dan graven? En dan gaan dingen fout, als je alleen maar dat zou doen. Want in dat gebied zit ook een snelweg. En die ligt gevaarlijk dicht bij de oever. En dan kan je dus hebben dat je dit probleem oplost. Maar als je dat andere ook niet tegelijkertijd oplost, dat die beesten dus daarin gaan zitten. Of op een andere plek in de kering. Dus daar moet je echt goed over nadenken. En je moet dus verder kijken dan het probleem ook, wat je op dat moment hebt. En dat betekent ook dat je af en toe ook dus andere partijen, andere beheerders, andere eigenaren daarbij moet betrekken. En dat je dus in wezen moet samenwerken om zoiets op de goede manier op te lossen. Mag ik het volgende plaatje? Locatie 2. Ja. Locatie 2 is langs de snelweg. Eigenlijk wat Vilma net zei, als je bij 3 dat helemaal afzet, dan heb je kans dat ze bij 2 gaan zitten of bij 4. Of... Nou, we hebben een paar voorbeelden, er zijn vast wel andere, maar kun je ook anders invullen. Betere oplossingen hebt, horen we het graag. Nou, niemand zegt nog anders. Nou, druk maar vast even op oevers flauwen. Op enter. Oevers verhogen. Ja. Water verdiepen. Kan er gegeven op kan iemand enter drukken? Die oever verhogen, water verdiepen had ingetoetst even de gedachtegang uitleggen? Waarom die daarvoor kiest? Blijft angstvallig stil. Oké. Okay. Hadden wij hier niet iets staan wat wij zouden doen? Als je even op enter kan drukken, dan kun je dat dan... Nou ja, wij dachten een goede antwoord waren, maar niemand heeft anders bedacht. Wij weten ook niet wat anders is. Ja. Kijk, anders zou het best goed kunnen zijn, inderdaad ook fout kunnen zijn. Maar... Precies, dat zijn we maar goed gerekend. Maar van het positieve uitgaan. Als je hier oevers gaat verhogen en water verdiepen, dan trek je dus eigenlijk de bevers aan. En dan loop je dus een groter risico dat de berm van de A2 of de A2 zelf wordt ondermijnd. En dan krijg je dus ongelukken. Dus dat is in dit geval niet zo'n heel goed idee. Oevers flauwe water verondiepen, dat zou kunnen als het op die locatie mogelijk is. En dan moet je altijd even onderzoeken of dat kan. Maar ook gaas of damwand in die oever aanbrengen is ook een mogelijkheid. Er zijn natuurlijk wel veel duurdere mogelijkheden. Hè? Om een beetje een beeld te krijgen van wat de kosten daarvan zijn, en schrik daar niet van. Maar gaas inbrengen op 1 meter of 3, 4 meter diepte, en daar kom je al snel aan, dat soort afstanden, dat gaat zo richting de €250.000 per kilometer. Staal het damwand, dat gaat met de stijgende staalprijzen, gaat dat geloof ik nu al richting 8 ton per kilometer, denk ik, hè? Zoiets? Dat zou ik niet weten. Ja, maar daar kom je al snel aan. Dus het zijn dure oplossingen. Dus als je het op een makkelijkere manier kunt oplossen, met verflauwen bijvoorbeeld, of verondiepen,
dan is dat aardig. Alleen dat ligt aan de situatie te plekken. Zover zijn wij nog niet. We hebben dat nog niet onderzocht hoe dat precies daar zit. Maar dat zijn wel dingen waar je aan zou kunnen denken. Ja. Locatie 5. Waar zou je, wat zou je daar bedenken? Leuk. Een anders, twee anders. Kijk eens aan. Zijn al onze tijd, dus we moeten een beetje gang maken. Ja, wie had weg, anders ja. En wil die dan aangeven wat je voorstelt? Johan, als ik het goed zie. Dus nog iets meer dan alleen maar oevers verhogen, water verdiepen. Ja, ja. Ja. Hoefst aantrekkelijk, hoor ik. Ja. Nou. Ja. Goed plan, Johan. Dat is bij jullie, hè, in de provincie. Kijk. Ik kan het wel bijna indienen, denk ik. Niets doen. Kan ook al een goede zijn. Als die oever daar al helemaal geschikt is, dan hoef je misschien niet eens meer zo heel veel te doen. Maar het is natuurlijk al een aardig stuk waar je, zoals je net al zag, eigenlijk geen risico's hebt. En daar kun je die bevers dus heel goed opvangen. Als je die oevers daar gaat verflauwen of het water verondiepen, dan voorkom je dus juist dat ze daar naartoe, dat ze daar terecht kunnen. Dus dat is in dit geval, dan zouden we er minder snel voor kiezen. Maar daar verhogen en verondiepen of zelfs nog aantrekkelijker maken met eilandjes, veel voedselplanten aanbrengen. Dat zou een aardig goed iets zijn om ze uit de kwetsbare oevers meer te weren. Ik denk dat we ze vonden kunnen. Ja, precies. Ja. Zeker. Ja. Ja. Als je het goed aanlegt, dan zou het moeten kunnen werken. Alleen je moet altijd opletten dat ook niet in de loop van de jaren toch onder water een steilrandje ontstaat. Bijvoorbeeld door baggeren. Ik heb al verschillende keren gezien dat een oever die niet zo ideaal is voor bevers, omdat die mooi plasdras is, dat na een baggersessie er onder water steilrandjes ontstaan, waardoor die bevers daar heel mooi kunnen graven. Dus met baggeren, waterschappers, baggeren, kijk daarmee uit. Doe dat op een goede manier, zodat die bevers niet in één keer ergens een steilrandje hebben. En ook in dit geval is het een iets waar bijna geen stroming in zit. Maar als je verflauwt in een gebied waar veel stroming in zit, kan je door de stroming steilrandjes krijgen. Dus daar moet je altijd wel over blijven nadenken. Dat klopt wel. Ja. Als je echt helemaal zee wil zitten, gaas of damwand. Ja. En naar de volgende. Ja, hier hadden wij een beetje bedacht, hè? Oh ja. Het is niet goed of fout. Inderdaad, daar stukken aantrekkelijk inrichten, hoogwatervluchtplaatsen eventueel aanleggen, maar stukken met gaas. Snelweg, gaas getekend, maar kan ook flauwe oevers zijn. Ja. Wat een beetje besproken hadden. Wat wel opvallend was, een van de eerste vragen, dat strook hier links, maar goed, dat kunnen jullie ook niet heel erg niet precies weten. Dat lijkt wel dicht langs de snelweg, maar dat valt dan eigenlijk ook wel weer mee. En dat ligt best hoog. Hebben wij zoiets van, nou laat die bever daar voorlopig nog lekker zijn gang gaan. Maar goed, dat zijn details die je niet zo goed op een kaart kan zien. Ja, dat is wel een goeie, ja, want dat hebben we helemaal niet genoemd. Langs dat Maxima kanaal bedoel je? Ja, 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 nee, dat is een hele goeie. Want daar liggen ook keringen, die zijn niet ingetekend, want die staan niet in ons systeem. Want dat is Rijkswaterstaat. Andere opdrachtgever. Ja. Ja. Nou, daar zitten ook bevers in het kanaal. Er gaat een risicoanalyse plaatsvinden. Ja.
Daar wordt nu aan gewerkt door Rijkswaterstaat. Maar je denkt al heel goed. Je denkt al verder dan, dan alleen... hè? Even kijken. Nog volgende plaatjes. Nee, ben een beetje hulp. Oh, ja. Dan zijn we er gelijk. Ja, ja, we zijn ook al door de tijd heen. Ja, dit was puur bedoeld om een beetje jullie te prikkelen om eens na te denken over wat er allemaal fout kan gaan en waar je allemaal rekening mee moet houden. Nou, ik hoop dat het een beetje is gelukt. Dat het toch niet allemaal zo heel erg eenvoudig en recht door zee is. Ja, je hebt met heel veel zaken te maken. En wat heel erg belangrijk is, wat we in ieder geval ook vanuit de Zodi-vereniging doen, niet alleen naar het kleine stukje kijken waar een probleem is. Nee, je moet het echt helemaal betrekken op eventueel het hele beventerritorium. En soms moet je daar ook nog buiten kijken. Kijken hoe de situatie in elkaar zit, hoe de dieren het gebruiken, waar de problemen liggen, maar ook waar de kansen liggen. En op die manier tot een oplossing te komen. Ja, en daarbij moet je dus ook wel eens buiten je eigen werkgebied kijken. Dus bijvoorbeeld ook dan bij, in dit geval bij Rijkswaterstaat of bij een andere treinbeheerder, Brabants Landschap of zo. Dus ook bij de buren moet je gaan kijken en je moet ook daarmee contact opnemen om zaken gezamenlijk op te lossen. We hebben daar bij AMA's nu ook een projectje lopen waar we ProRail bij nodig hebben. Nou, ja, met dit soort dingen moet je echt samenwerken. Want anders lost de een het op en zit de ander met de problemen. En dat moeten we allemaal niet willen. Dus met dat geheel zouden we willen afsluiten, denk ik. Wil jij bedankt voor het meedenken allemaal.